Dus, zeg, wil jij het spits afbijten of zal ik het doen? Doe maar, ga je gang. Ik zag een interview met Tom York. Ken jij Tom York? Nee. Tom York is de zanger van Radiohead. Een heel erg iel, schril mannetje. Volgens mij is het ook een vegan, als dat iets betekent. Ja. Dus die eet alleen maar dode planten. Die en, man ziet er zo ontzettend ongezond uit. Hij ziet er heel ongezond uit, inderdaad. Maar het is ook een briljant... tenminste, ik vind hem heel erg fijne liedjes maken samen met zijn band. Oké, dat kan. En die had... die twee mogen gewoon samen gaan. Dat heeft Moby ook al bewezen. Er was een interview en hij was boos. Hij was boos op Google, hij was boos op allerlei grote bedrijven die... En voornamelijk Apple. Oh. Apple die heeft samen met allerlei andere grote mediabedrijven, want dat is Apple inmiddels, zijn product, of eigenlijk zijn kunst, tot een vulling gemaakt. Het is niets meer dan vulling. Het is een middel voor mensen om geld te verdienen. En het is geen... daar heeft hij een hekel aan. Zeg maar, het is commodity, noemt hij dat. En daar is dus ook het woord content aangekoppeld. En ik ben het daar wel een beetje mee eens. Ja. Het woord content is een beetje waardeloos vulwoord geworden. Ja, wat is het nou eigenlijk? Het heeft bij mij lang geduurd voordat ik wist waar mensen het over hadden als het over content hadden. Ja. Ik wist nooit zo goed wat er nou mee bedoeld werd. Precies. En dat was ook zijn punt. Hij zei zo van... op een gegeven moment kwamen dus mensen bij hem langs en die zeiden van... wat voor content maak jij eigenlijk, beste Tom? En toen zei hij van... wat is dat woord content waar je het in godesnaam over hebt? Want ik weet het niet. Jouw product willen we beter in de markt zetten. Nee, maar dat zeiden ze dus niet. Zeiden van... hoe kunnen we jouw content gebruiken om mooie producten in de markt te zetten? Dus, en toen was het echt zo van, ja, het is vulling. Het is niets meer, het woord content lijkt ook niets meer dan dat te betekenen voor een heleboel mensen. En dat is zonde en dat is iets wat ik ook merk. Als je dan zegt van, ik ben contentstrateeg, dan zeggen mensen van, maar waar heb je nou waar heb je een strategie nodig voor content? Dat is toch niet nodig? Je schrijft toch verhaaltjes en dan komen mensen op je website af als... als bijen op bloemen. Ja, maar goed, kijk, je hebt de supercommerciële contentstratege. Die gaat naar zo'n zanger toe en zegt van... hoe kunnen we jouw content gebruiken om onze producten beter aan de man te brengen? Ja. Dat is natuurlijk supercommerciële contentstrategie. Ja. En je hebt contentstrategen die zeggen... hou nou eens op met dat gelul en maak eens goede content. Ja, precies, ja. Zorg ervoor dat... En het is natuurlijk idioot dat dat soort contentstrategen moeten bestaan. Ik was van de week was ik op een meeting waarbij het ging over, over een nieuwe site. Uh-huh. En toen werd de hele tijd, of een paar keer, werd SEO genoemd. Oh, SEO.